Het medialandschap verandert. En rap. In deze tijd van maatschappelijke tegenstellingen, polarisatie, internetbubbels, de enorme impact van big tech. Tech giants dominate. Lineair tv kijken wordt minder en minder. Het streamen maakt steeds meer de dienst uit. En de traditionele tv-kijker wordt ouder en ouder. Zekerheidje, de onafhankelijke pluriforme nieuwsvoorziening staat onder druk. De positie van de publieke omroep als het fundament van betrouwbare informatie voor jongere generaties? Niet zo vanzelfsprekend. Als wij niet meebewegen met alle veranderingen, raken we ze kwijt. Terwijl voor een goed functionerende democratie en rechtsstaat een sterke publieke mediasector belangrijk is. Dus we moeten ons aanpassen. En dat doen we. In de journalistieke alliantie tussen de NOS en de 13 regionale omroepen. Leg ik je uit. De NOS is een van de grootste onafhankelijke journalistieke organisaties van Nederland. En kan zijn kennis en kunde delen met de regionale omroepen. En die regionale, of beter de regionale publieke media-instellingen, die zijn op plekken waar de NOS niet is. Zij zitten in de haarvaten van hun eigen regio's, op ooghoogte met hun publiek. Dus, als we nou eens de krachten bundelen, dan kunnen we elkaar versterken en aanvullen, de herkenbaarheid vergroten en een nog breder publiek bedienen. Of zelfs een nieuw publiek aanboren. Het grotere doel. En dat is de kern van deze video. Het meer samenwerken aan de voorkant van het journalistieke proces. Op basis van gezamenlijke, onderscheidende journalistieke waarden. Hoe dan? Nou, om te beginnen, dit doen we al een tijdje. En met succes. Op de nieuwsvloer van de NOS vind je al Bureau Regio. Deze redactie is de schakel tussen de NOS en de regionale. Dat blijft zo, maar we gaan het verder uitbouwen. Op drie fronten. We trekken dus meer samen op aan de voorkant van het journalistieke proces. We verzorgen gezamenlijke trainingen en opleidingen van onze mensen. En we trekken meer samen op wat betreft de technische ontwikkeling. Wat dat betekent? 1. Die voorkant. Nu zie je nog vaak dat de samenwerking neerkomt op het uitwisselen van reeds geproduceerde nieuws- of onderzoeksverhalen. Dat moet straks dus al gebeuren tijdens de nieuwsgaring en de productiefase, om zo tot betere journalistiek te komen. Denk aan het uitwisselen van de agenda's, het gezamenlijk produceren van onderwerpen of een gecombineerde aanpak van verhalen. En misschien spelen de lokale omroepen hierin op sommige plaatsen ook nog wel een rol. Even concreet de vervolgstappen. Ieder jaar zullen de NOS en de regionale samen hun journalistieke thema's afstemmen. Een soort nationale agenda-setting. En zowel de landelijke als de regionale hoofd- en eindredacties, ook die van Bureau Regio, evalueren één keer in de twee maanden inhoudelijk over die samenwerking en de verhalen die eruit voortkomen. Ook in de research trekken we samen op. Daarvoor is er een coördinator onderzoeksjournalistiek van de regionale omroepen. Ook is er een regioplanner die namens de regionale partners aanschuift bij de planningsoverleggen van de NOS. Om dat proces dus aan de voorkant te versterken. En ook gaan we onze agenda's nog meer voor elkaar openstellen. En tijdens grote nieuwsevenementen, zoals bij verkiezingen, herdenkingen of calamiteiten, stemmen we de boel beter op elkaar af op redactioneel en productioneel vlak. Met Bureau Regio als de spin in het web. Hetzelfde geldt voor de binnenlandse agenda-evenementen. Het uitwisselen van beeldmateriaal van evenementen, dat wordt de standaard. En er komt een gezamenlijke podcast over onze journalistieke aanpak. 2. Training en opleiding. Doel is om met de hulp van de NOS de regionale journalistiek een impuls te geven. Ook hiervoor zetten we een paar concrete vervolgstappen. De NOS en de regionale gaan hun talentontwikkeling en opleidingsprogramma's bundelen in één academy. Met zowel scholing in Hilversum als in de regio. We gaan nog vaker personeel uitwisselen, zowel redacteuren als eindredacteuren. En er komt één specifieke training voor redacties voor het maken van verhalen over, voor en met het brede midden. Als antwoord op die toenemende polarisatie. In andere woorden, hoe gaan wij als media bewust om met wij-zij-denken? En tot slot, nummertje 3, gezamenlijke technische ontwikkeling. Om alles wat ik net gezegd heb mogelijk te maken, zullen we ook innovatieve stappen moeten nemen op technisch vlak. Dus de systemen van de regionale omroepen en die van de NOS beter op elkaar laten aansluiten. Denk aan Regio Exchange, de Media Cloud of INOS. En ook hier een paar concrete vervolgstappen. We gaan onze newsroom-systemen koppelen of één systeem ontwikkelen, zodat alle nieuwsafdelingen in het hele land transparanter en efficiënter kunnen samenwerken. Er komt een gezamenlijke app met zowel regionaal als landelijk nieuws en er komt één gezamenlijk team voor dataonderzoek.
Dus Hilversum en de regio groeien steeds meer naar elkaar toe. En waarom? Heel simpel, meer kwaliteit op alle platforms, zowel radio, tv als online. Journalistiek dieper geworteld raken in die samenleving en impact hebben, zowel nationaal als regionaal. Zodat onze aanpak, onderwerpkeuze en werkwijze herkenbaar zijn bij het publiek, we elkaar inhoudelijk aanvullen en versterken en we een pluriforme, brede publieke nieuwsvoorziening kunnen blijven waarborgen. Want dat vinden we belangrijk.